De voorzitter van de stichting Vreugdevuur Duindorp is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur. De rechter vindt bewezen dat hij eind 2019, toen hij nog geen voorzitter was, een opruiend appje heeft gestuurd in een Duindorpse groepsapp. Volgens de rechtbank in Den Haag had hij beter moeten weten. Nou, daar gaan we over praten met onze verslaggever Monika Overdijk. Monika, waarom had hij volgens de politierechter beter moeten weten? Nou, omdat hij als bekende Duindorper zich beter bewust had moeten zijn van het gewicht van zijn woorden. We moeten hiervoor terug naar eind november 2019, toen de organisatie van het Vreugdevuur Duindorp besloot om het Vreugdevuur voor dat jaar af te gelasten, omdat ze de vergunningen niet meer rond konden krijgen. Nou, dat leidde tot een hoop onrust op straat in Duindorp. We hebben dat een aantal avonden achter elkaar gezien. Er werd daarbij onder meer een vuurwerkbom onder een ME-bus gegooid. Maar er was ook veel onrust op sociale media. En in die wijk-app, waar meer dan 150 wijkbewoners in zitten, is vanaf het zakelijke nummer van deze verdachte, Pascal S., de opmerking geschreven: nou, steek dan de hele kankerzooi maar in de fik. Nou, justitie vindt dat opruiing. Wat heeft hij er zelf over gezegd vandaag? Hij ontkent. Hij zegt dat dat appje kwam van zijn zakelijke nummer en dat het op dat moment in handen was van een collega die storingsdienst had. En hij wil niet zeggen wie dat was, want hij zegt: ik verraad geen collega's. En hij vindt vooral eigenlijk dat justitie bezig is om hem als opruier in een kwaad daglicht te stellen. Terwijl hij zegt: ik ben juist bezig om Duindorp positief in het nieuws te brengen. Onder meer door tegenwoordig het voorzitterschap van het Vreugdevuur. Ja, en gelooft de rechtbank dat verhaal van hem, dat verweer van hem? Nou, dat dan weer niet. Want de rechtbank zegt: ja, als u niet wilt zeggen wie het was, het komt van uw zakelijke nummer, dan komt er toch een straf. Maar wat wel een beetje opmerkelijk was, was dat justitie begon met als eis te zeggen van: ja, normaal gesproken staat voor dit soort opruiing een taakstraf van 90 uur. Maar dat werd al verlaagd, die eis, naar 60 uur. Onder meer omdat de verdachte bij de vorige jaarwisseling 2019-2020 in de cel heeft gezeten. Dat was natuurlijk ook al een vorm van straf. En uiteindelijk maakte de rechtbank er 40 uur van die straf. En dat had dan weer te maken met de bekendheid van de verdachte in de wijk, maar ook met zijn verbindingsfunctie met de gemeente. Ja, want dat is wel pikant in deze kwestie. De verdachte heeft met de gemeente om de tafel gezeten in overleg over die, ja, toch inmiddels spraakmakende demonstratie op 31 december in Duindorp. Hij niet alleen trouwens. De gemeente zegt daarover: wij zitten aan tafel met de stichting Vreugdevuur Duindorp. Dat zijn meerdere mensen die bij die gesprekken aanwezig zijn. De stichting gaat erover wie er met ons aan tafel zit. De gemeente die treedt daar verder niet in. Maar ja, hij heeft daar meegedaan aan die overleggen inderdaad. De gemeente wil nog niet zeggen of dat eventueel consequenties gaat hebben, want voorlopig staan er geen overleggen meer gepland. Goed, dankjewel Monika.